Dat mensen na drie uur helemaal kapot zijn. En uh, ik ben totaal verzuurd. Ja. Ja. Dat ben je dan niet. Je bent gewoon moe. Alles ja. is gewoon kapot, man. Dat heeft niks te maken met verzuring. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over lang leven lactaat. De wonderstof om slimmer te presteren. Ooit werd lactaat beschouwd als een nutteloze en kwalijke afvalstof tijdens inspanning. Maar inmiddels wordt het steeds duidelijker dat lactaat. Juist een uitstekende brandstof is. En zelfs een cruciale rol speelt bij andere processen in het sportende lichaam, waaronder het hongergevoel. Hoe werkt dit precies? En hoe krijgen we dit inzicht tussen de oren bij sporters en analisten? En ook interessant, beïnvloedt deze kennis het lactaatprikken in de praktijk? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Dan zijn we weer met een uh, lang verwachte aflevering. Mm -hmm. Iets wat jij en Guido en iedereen zeggen: Nou, daar moeten het nog een keer over hebben. Lactaat. Ja. En, jij, en jij zei steeds: Waarom? We hebben we ja. het al over gehad? Ik denk: Lactaat. We hebben al een aflevering over ja. pijn. We hebben al allerlei afleveringen over gehad. Uh, ik heb al tussen mijn oren zitten dat als het pijn gaat doen, het lactaat een brandstof is. Dus dat ik dat lekker moet sporten. Ja. Maar het, ik, ik, ik ben helemaal met je eens: ik hoor voortdurend op tv. Sportanalisten, sporters zelf. Oh ja, toen ben ik lactaat. Nou, natuurlijk lactaat uit de oren, verzuring. Is ja. dat eigenlijk hetzelfde? Nou ja, dat gaan we allemaal onderzoeken. Hè. Wat, wat is lactaat precies? Wat doet het in het lichaam? En, en waarom begrijpen we dat allemaal zo verkeerd? En is het eigenlijk heel nuttig? Wat ja. is wat jou betreft de aanleiding om het hierover te hebben? Ik heb volgens mij. Uh, ja, wat jij ook zegt. Journalisten die het helemaal niet snappen. Of renners die het niet snappen. Daar toch eens een keer een, een, een stuk tijdens de Tour de France overgeschreven Een beetje zo, uh, ja, kijk, je wil ze opvoeden, maar uh, ja, hoe belangrijk is het? Alleen het, het blijft zo'n hard, hardnekkig misverstand ergens. Ja, ik ben wel nieuwsgierig of deze uiteindelijk aan het eind van de aflevering net zo semantisch blijkt te zijn ja. als het verschil nee, tussen training we en trainingstage. Maar goed, daar gaan we om. Ja, het andere is, denk ik, toen ben ik er echt eens in gedoken omdat ik ook dacht van, ja, maar hoe goed weet, weet jij nou, Jurgen? Ja. Uh, voor sport... zitten wij er wel naast... En toen als het ik voor... zo hard ja, is. heb ik zo hard nagedacht. heb voor sportgericht uh, gezegd: uh, van, nou, uh, ik ga er nog wat, wat uh, uitgebreide een stuk over schrijven. Dat gedaan. En nadat ik dat had geschreven, denk ik, nou, ik ben een stap verder. Maar alles snappen? Nee, maar dat heeft ook te maken met dat uh, de wetenschap nog lang niet uit is. Dat ze allemaal weer nieuwe oh, nee. uh, effecten ontdekken van <laughs> lactaat en beer interessant. Uh, eigenlijk uh, om, om ja lactaat. Ik, ver, ik vrees een beetje de uitkomst van de kramp aflevering. Iedereen ja. die nieuw is gaan luisteren, we hebben ook een aflevering over hoe ontstaat kramp. Was de conclusie uiteindelijk ook de wetenschap begrijpt kramp niet. Dit, dit kunnen we over een jaar denk ik nog een keer doen. Ja. Uh, het, het woord lactormoon is gevallen uh, nu. Ja. Dat is eigenlijk dat de lactaat. We beginnen is een, met de basis. Het is een soort hormoon. Ja. Zo moet je het zien. Dat is wat lactaat is. Ja, uiteindelijk, zo wordt het wel beschouwd. Dus okay. met heel veel effecten overal in het lichaam. waar het maar ja, door het bloed vervoerd. kan het vervoerd worden naar plekken. Waar jij en ik niet aan denken op het moment dat jij hard aan het rennen bent en, uh, en die benen voelt. En ja. denkt van, oh, dat. Uh, dat... Ja, want dat is even basisles uh, biologie. anatomie een hormoon is een stof in je lichaam die allerlei processen kan aan of uitzetten, hoger ja. of lager zetten, een regelstof. Op afstand, inderdaad, wordt ergens ja. lokaal geproduceerd. En uh, in dit geval zijn het toch vaak de spieren, alhoewel. Er ook aanwijzingen genoeg zijn dat lactaat ook door darmbacteriën geproduceerd kan worden. Okay. Het is natuurlijk een heel normaal, eigenlijk uh, metaboliet een stofje bij de, van de stofwisseling uh, ja. wordt geproduceerd. Ja. Alleen uh, ja men. Uh, het, het grootste misverstand is toch wel dat, het, dat je het liever kwijt dan rijk bent. En daar uh, willen we in deze aflevering van iets af. aan gaan doen. Ja. Nou, en wat ik alvast kan als belofte kan doen. We hebben vaak hier ook over de kracht van placebo. Ik merk in ieder geval door dat te om, om te denken. En inderdaad, niet bij het eerste signaal waarvan ik denk dat het met lactaat te maken heeft. Maar daar kom ik zo bij. Ja. Ja, maar zeg maar pijn van inspanning of moeite bij inspanning te denken. Oh jee, nu ga ik verzuren. Nu wordt het alleen maar zwaarder. Maar te denken: hé, hey, dit is brandstof. Dit kan ik wegsporten. Uh, ja. Helpt dat mij om uh, mentaal anders door te gaan Kijk, als het zwaar wordt. Ja. Dus dat is de belofte van deze aflevering. En verder gaan we het vooral uitleggen. We halen Guido er dadelijk snel bij. Want die is ook eager om uh, dit eens even recht te zetten. Ja, want die, volgens mij doet hij cursussen voor, uh, voor, voor coaches of misschien sportartsen. En dan waarschijnlijk komt hij nog steeds tegen dat mensen uh, of over melkzuur beginnen. Ik ook. Want, en, uh, want wat ik denk, basisgedachte, ja. hoe we het altijd geleerd hebben. Je gaat sporten. We hebben het hier veel over drempels en zones. Ja. En in mijn hoofd zit het denkmodel, als ik boven mijn threshold, mijn anaerobe, zo, de drempel, anyway, boven de waarde de, de komt waar ik lang op door kan gaan, dan ga ik in de verzuuring, ja. komt het stofje lactaat, denk ik dan, ja. door in mijn lichaam <laughs> vrij, ja. dat doet pijn, en uiteindelijk kom ik dan grinding tot een hold, want dan, dan gaat het niet meer. Uitputting. Ja. Dat is het model, denkmodel, wat ik van oud Ja, heb. en wat je, denk ik, nog veel op internet uh, ook leest. En ja. ja, zelfs uh, tekstboeken. op ja. Die 1500 meter, die laatste ronde, ja. helemaal verzuurd. Tekstboeken, uh, fysiologie, die, ze, die, 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 die ik af en toe nog opensla. Denk ik ook, nou, volgens mij kunnen jullie ook een update gebruiken. Ja, dus. Vertel. Ja, de, de schuld zit hem allemaal al in. Uh, ja, en zo, zo merk je dat de wetenschap ook uh, lange tijd erover doet om. En, om, om van gedachten te veranderen, is dat ooit in de, de vorige eeuw um, de Nobelprijs is gewonnen door Meijerhof, een Duitser. Ja. Die deed dat samen met Engelsman heel. En heel is een hele bekende uh, inspanningsfysioloog uiteindelijk. Ja. Nee, het ging erom, zij kregen dat, omdat zij uh, voor hun werk, uh, waarbij zij vanuit gingen dat. Uh, Eigenlijk, ja, melkzuur, lactic acid. Ja. Um, en de voorlopermolecuul, die ze nog niet ontdekt hadden daarvan, dat is dan een lactisocidogeen, noemen je dat ja. dan. Dat dat de brandstof zou zijn voor um, ja, uh, om energie te krijgen in spieren. Ja. Want, en dat heb ik, uh, we hebben het natuurlijk ooit gehad over de, de melkzuurmythe, lactaatlaster. Ja. Omdat melkzuur uh, werd, re, ja, oh, ik heb werd aangetoond uit. regelmatig in spieren die uh, hard aan het werk moesten. Ja, dat had te de studie van die herten, toch? Ja. ja. Van de zweet, Berzelius, die, uh, ja, die, 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 die joeg uh, herten op uh, en dan uh, schoot hij ze af. En dan ging hij uh, kijken van wat zit er nou in de spieren. En dan vond hij eigenlijk de herten, vond hij melkzuur. Ja. En juist de herten, de herten die het meeste uh, ja, uh, gingen uh, rennen, die die moeilijk te pakken kreeg, die hadden het meeste melkzuur. Dus hij had zoiets, ah, die hebben het meeste gesport, het meeste ingespannen. Melkzuur, nou, punt. En dat is, blijft dan heel lang doorsudderen eigenlijk in die hele literatuur. De fout die hij toen maakte is dat in zijn hele analyse van het melkzuur. Hij haalde die spier eruit, die ging hij natuurlijk fijn maken, malen. Gooide er allerlei stoffen uit en uiteindelijk uh, in. Liet hij de boel koken en uiteindelijk vond hij melkzuur. Maar in dat hele proces, ja, dat is biochemie, daar ben ik ook geen expert in. Uh, heeft hij waarschijnlijk een stap uh, gemaakt waarbij hij zelf vanuit lactaat plus H+, plus, dat zijn waterstofionen, ja. kun je dan ook weer melkzuur maken. Mm -hmm. Dus dat is waarschijnlijk achteraf de verklaring van waarom je niet zoveel melkzuur vond. Dat werd later ook gevonden, juist in geïsoleerde uh, spiertjes van kikkers en zo, is veel werk. Altijd melkzuur, denk nou, hebben we het. Werd dit ook uh, later ook bij mensen gevonden? Nou, als je een biop van een spier onder inspanning neemt of zo? Of misschien wordt dat niet. Nee, gedaan. Ja, de, de, In de invasieve. Al invasieve minder dus. En als je bloedsamples neemt, ook niet, maar wel lactaat. Dan zei ze: ah, nou ja, goed. We weten dat lactaat plus H plus is melkzuur. Ja, nou ja, dat is dan. Dat werd bijna op één hoop ge, gegooid. Ja, want ik zei het net al in de introductie: lactaat prikken ja. is een befaamde ja. uh, methode. Voordat we die ingewikkelde inspanningstesten ja. met ademgasanalyse en zo ja. hadden, ging je bloed prikken. De stand van zaken is eigenlijk nu dat ze nog niet eens 100% weten. Kijk, dan, dan gaan wij ervan uit, nou ja, je hebt het in het proces wat er op een gegeven moment, waarbij dan te weinig zuurstof is, anaerobe inderdaad. Um, zal ik dat stapje maar teruggaan? Ja, je hebt te maken eigenlijk met uh, twee je manieren twijfel, waar, even Hoe diep ja, je de basis ja, in gaat, maar maar energie wordt ja. geproduceerd in de spier. En dan, ja. dan heb je de glycolyse. Ja. Dat is eigenlijk de, de eerste stap waarbij glucose daar begint het mee koolhydraten, uh, suikers, ja. voedingssuikers moeten we zeggen. Ja. En wordt, uh, die wordt dan omgezet in tien stappen naar pyruvaat, pyrodruivenzuur. Mm -hmm. En dat py dat is en dat dat levert al wat wat ener... of tenminste dat is eigenlijk de, de, de eerste stap. En dat pyrodruivenzuur gaat dan naar de mitochondriën, en daar mitochondriën zitten de binnen in spiercellen. Ja. Hè? Die zetten energie om in beweging. Ja. En daar of? wordt dan veel energie ATP geleverd. Uh, en dat is eigenlijk de belangrijkste uh, plek waarop de energie gemaakt wordt. Ja. Als er genoeg zuurstof is, want die, die microns hebben voor die stap veel zuurstof nodig. Ja. En dan, wordt dat, dan werd klassiek gedacht: ah, als er te weinig zuurstof is, dan heb je alleen maar de eerste stap van glucose naar pyruvaat. Mm -hmm. Maar dat levert eigenlijk nog niet echt die energie, iets van energie op, want dat is alleen een voorbereidingswerk. Maar gelukkig is er nog een, een, een zijstap waarbij eigenlijk uh, dat wordt geen pyruvaat gevormd, maar lactaat en dat levert al een Gelijk beetje energie met op. uit die uh, uh, glucose. Ja, dus de, en okay. dan werd dan genoemd de anaerobe glycolyse. Ja. Dus zo'n beetje van, nou je hebt aeroop, is genoeg zuurstof. Nou dan heb je natuurlijk glucose, pyruvaat in glycolyse pyruvaat wordt verder verbrand in je bak met energie. Ja. Geen uh, zuurstof, dan ga je de anaerobe glycolyse. Nou glucose wordt uiteindelijk omzet in niet in pyruvaat, maar lactaat. Dan heb je een beetje energie en dan kun je het in ieder geval nog even volhouden. Voor die eindsprint, of ja, die en halve ik heb minuut extra. ik heb onthouden ja. uit die aflevering over pijn en melkzuur en lactaatlaster, uh, ja. vooral ook voor de hersenen. Hè? Ja, lactaat is een goede brandstof voor de hersenen. Nou, dat is dan de volgende: dan zei ze lactaat, dus de, in in dat geval werd puur gezegd: je krijgt energie, maar lactaat is toch nog een afvalproduct. Nou, de, de stap verder, wat jij benoemd, toen kwamen ze achter ja, maar lactaat kan ook nog prima verbrand worden. Okay. in eerste instantie, dacht men inderdaad. Hersenen vooral, want hersenen, nou ja, die hebben het ook bij de, de, de ketone-aflevering over gehad. Die kunnen niet met, met vetten omgaan, wel met glucose, maar bijvoorbeeld ook met lactaat. Mm -hmm. um, en, en het hart kan uh, ook goed lactaat verbranden. Toch even, verbranden. ik vind dat een mooi beeld, omdat als je dan een keer die hongerklop krijgt, slash je glucose of je, je voedingszuigers ja. zijn op, dan gaat niet meteen je kop eruit. Hè? Nee, je blijft precies. denken, want dat het kan ook op andere stoffen. Maar verbranden. eigenlijk, ja, ja. We, we denken aan backup, maar... Eigenlijk moet je beseffen dat, het, nou ja, dat is dan de stap die ik al meteen wil benoemen. Dat lactaat is dus niet van hé, hey, er is genoeg zuurstof, dan vinden we het niet. Nee. Dan wordt het niet, want dan alles. Uh, maar eigenlijk wordt er continu lactaat geproduceerd. Zit altijd in je lichaam. Ja. En vandaar dat uh, de eerste uh, ja, misvatting is eigenlijk: het gaat pas stijgen op het moment dat je het zwaar krijgt. Nee, je zit altijd al met 1 à 2 millimol per liter lactaat. Mm. Nou, waar, waar komt dat vandaan? Omdat die, die glycolyse naast biervaart ook gewoon continu lactaat aan Altijd produceer. al. Altijd ja. al. Ja. Dus het is niet een, uh, een switch die je aan of uitzet. Ja. Nou, en dat lactaat is echt een goede brandstof. Uh, ik kom studies tegen ja, dan, dat het misschien wel voor 40, 50 procent... de brandstof voor de hersenen kan zijn in bepaalde situaties. Mm -hmm. Idem voor het hart. Maar wat, wat ook blijkt is dat het ook voor de spieren zelf een goede brandstof is... En juist dan ga je in de type 2 spiervezels, de explosieve spiervezels, die maken meer lactaat aan, zeg maar. En dan kan het heel makkelijk, uh, om de, de, op de andere spiervezels, de type 1, die ernaast liggen, in de spier zit alles eigenlijk dwars door elkaar heen, ja. die kunnen dat weer opnemen en gaan verbranden. Aha. En dat is dus eigenlijk je hebt dus... type 2 de, de snelle explosieve spiervezels. Je hebt type 1 de wat langzamere ja. duurvezels. En die zijn... En... Wat is ons lichaam toch mooi maar ja. Dus nee, die ene snelle bam bam bam. Ja. Waarschijnlijk verbranding ja. als je sprint. Precies. Die maakt een stofje waar die andere ja. het lekker op doet. Ja. Um, omdat die type 2 zijn inderdaad gemaakt voor de sprint. Dus die hebben niet al die enzymen en al die mitochondriën die nee. nodig zijn voor de, de verbranding met zuurstof maar die type 1 juist wel dus die hebben hele de machinerie. En dan hebben ze ook nog een brandstof erbij en die krijgen ze gewoon uit aangevoerd van de buurman. Van de buurman. Of nou, ja. Dus dat is eigenlijk alle de de lactaat shuttle wordt dat genoemd en om het ingewikkeld te maken. Dat is wat de lactaat shuttle ja. is, want die term heb ik wel eens ja. zien vallen. Dat um, is dat die spieren van elkaar voedsel ja, krijgen. maar ook dat lactaat dus uh, vanuit de spieren naar de hersenen gaat, naar het hart. Ja, ja. Misschien nog naar andere weefsels. Ook naar de lever en mm -hmm. dan uh, om het ingewikkeld te maken, dan wordt het eigenlijk lactaat kan ook weer terug omgezet worden naar glucose. Oké, dat heet gluconeogenese, het aanmaken van nieuwe glucose. Ja, uh, Ja, dan kan het weer opgeslagen worden als glycogeen, waar we het over gehad hebben bijvoorbeeld. Ja, ja. Of het kan juist weer als glucose opgenomen worden in spieren en daar weer omgezet in lactaat. Dus dat is ook een Gaat directe weer shuttle. En, ja, ehm. Uh, ja. um, dat is eigenlijk vanuit energieoogpunt, waar we zeggen: ja, maar dat lactaat moeten we niet. Uh, dat is geen afvalstof, dat is echt gewoon een nuttige brandstof. Poep. Nee, want wat ik me ook wel eens heb afgevraagd: als het zo'n afvalstof zou zijn, waar blijft het afval dan? Ja. Het is ook niet dat je afgedankt lactaat nee, of zo. Nee, het is niet dat de nieren. of nee. dat je het uitpoept uh, of zo. Nee, nee. Uh, nee. nee. Dus, ja. Oké, okay, dus dat is de eerste denkfout. Ik hoor al een paar denkfouten. Eén, we moeten af van de term melkzuur. Dat is mm -hmm. helemaal niet waar. Melkzuur is aangetroffen in een grijs-zwart-wit ja. verleden omdat lactaat met waterstof reageert tot melkzuur. Dus dat klopt. Even dan toetsen. Het woord verzuring. Ja. Is de... dat hetzelfde als melkzuur? Is dat ook een mythe? Of is dat wel nee, degelijk ja. iets wat aan een de goed, hand is? Goed punt. Ver... Ja, nou, ik denk dat veel mensen melkzuur inderdaad ja, ik dacht dat het is koppelen aan verzuring. Verzuring, melkzuur. verzuring is eigenlijk niks anders dan de uh, pH, de zuurgraad van ja. jouw bloed, ja. cellen uh, omlaag gaat. Ja. Dus normaal pak een beetje 7,4. ja water. Uh, en en nou ja, waarom wil je? Is dat niet? Dat wil je niet te laag gaan, omdat nou, uh, cellen werken ook onder de voor hun optimale omstandigheden. Daarvoor hebben ze ook allerlei buffers natuurlijk, om als het als er als het te zuur wordt, om dat weg te vangen. Ja. Uh, maar maar desalniettemin, bij inspanning wordt inderdaad H-gevormd. Wel. Ja. Aha, dus en dat is niet hetzelfde als lactaat, het is niet hetzelfde als melkzuur. Maar als, het, als ik dus sport, dan maken mijn spieren van die glucose, piruvaat de hele ja. keten wat je net legt, daar komt lactaat als stof vrij, ja. maar dus ook H-. Zeker, daar komt al bij het metabolisme, ja. Komt in H-, maar je hebt dus te maken met H-, wordt aangemaakt, komt vrij, wordt ook weer gebonden. Dat is natuurlijk heel aan. makkelijk stof aan bijvoorbeeld. Ja, die buffers die ik zei. Ja, ja. Nou, je hebt van nature uh, bicarbonaat. heb je ook al een beetje in, in lichaam. je lichaam. Ja. Maar ja, dus uh, zoals uh, H met uh, lactaat kan reageren. en melkzuur kan worden. kan H met heel veel stoffen reageren. Dus, dus dat verzuren. Is een ander proces. Heeft niks te maken met lactaat in feite. Of ja, wel te Nou man, uh, ja, wel, ja, want het wordt. Heeft het ook, te maken met ja, H+. H. Je ziet het ook, ja. En H. Alleen, dan is het nog steeds. Oké, okay, eh, treedt er geen verzuring op? Ja, strikt genomen wel. Want de pH in het bloed. die zal. die gaat wel wat omlaag. Ja. tijdens intensieve inspanning. Alleen. Um, ja, wordt die heel laag? Nee. Mm -hmm. Want er is toch. Ja, dat lichaam wil dat gewoon niet. Um, en. Is dat dan meteen de oorzaak voor prestatieverlies? Nee. Want... Want ik wil je zeggen: het lichaam wil het niet. Dan denk ik meteen: ah, dan gaat uh, onze Central Governor ja, dingen. Die gaat zeggen: hebben, ja, hij hey, uh, kan natuurlijk ja, Moeilijk. Het, het stoppen. Interne milieu, hè, dan gaat ja. het natuurlijk. Milieu interieur wordt genoemd, of de homeostase. Ja. Nou ja, daar zitten allerlei. Je kan wel wat kanten op, hè. het lichaam kan wel wat, wat hebben. Maar H is wel eentje waarvan je zegt: ja, maar die, die willen we zo, die willen gewoon uh, niet, niet, niet te veel, te veel hebben. Nee. Want dan, uh, dus de, de kijk, een belangrijke manier eigenlijk uh, voor H om uh, kwijt uh, te raken is uh, je ademhaling. Ja. En dat is eigenlijk doordat H kan reageren met bicarbonaat. De carbonaat zit, zit al van nature ook in je lichaam, in je ja. darmen met name. Nou, dat uh, reageert en dan komt het H2 in. O oh, water en CO2. Nou, die CO2 is het gas wat je weer afblaast. Uiteindelijk ja, noem maar op. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook een hele mooie manier om uh, H plus te bufferen. Um, Gewoon door te gaan heigen, wil je maar zeggen? Ja, door eh, daar hoef je niks voor te doen. Nee, dat gebeurt. Maar je merkt jezelf, merk je ja. bij zware inspanning ga jij ook heigen. Uh, heigen. En dus afblazen. En afblazen. Even een technische vraag. Ik denk, het maakt ja. uiteindelijk voor mij als sporter niks uit. Maar nu zitten we toch zo diep onder de motorkap. Ehm. Um, die, dat sporten maakt lactaat en H. We beginnen net met lactaat en H samen wordt melkzuur. Kan? Weet, kan, kan, kan ja, kan. kan ja. Weten wij zeker dat dat dus niet in dat lichaam gebeurt? Uh, het want kan. we die heel hard te roepen melkzuur? Ja, nee, is we zijn er, dus er er nooit, de rol. wetenschap is er nog niet over uit. Die zegt van het kan, want het is een meest logische stap. En die eigenlijk al, 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 al een jaar lang verkondigd wordt dat het zo werkt. Maar zeggen zij ook, lactaat en H kunnen in ieder geval ook uit andere paden ontstaan, sowieso. Uh, vooral, vooral de H. En, en de vraag is of ja, melkzuur echt op die manier ook aangemaakt wordt in het lichaam. Dus vanuit lactaat en H. Of dat je op een andere manier moet denken dat eerst melkzuur ontstaat. en wat dan weer splits in H en ja, lactaat. Eigenlijk, okay, de biochemische bio het... bio bio paden snappen ze nog niet. Ja, de... Dit is het stuk waar je zegt, ze zijn er niet precies. Omdat uit. ze in bacteriën en in gisten en in allerlei andere modellen ja, vinden ze wel vaak melkzuur. Ja, uh, Ja, je komt het ook tegen in allerlei producten. Hè. Uh, volgens mij melkproducten, yoghurt. Ja, maar je, noem je ziet maar het niet in ons bloed. Nou nee, op die ja. manier uh, nee, onvoldoende. Dus dan zeggen ze, het kan nog steeds dat het meteen verder. Uh, gemetaboliseerd wordt. Maar kijk, ik ga hier zeggen, dit bestaat niet. Het bestaat, ja, het zal best bestaan ja, ook. Ja, ja. Waarom niet? Ja, Alleen, goed, je moet er, met, ja, je kan er verder weinig uh, effecten aan toewijzen. Kun je dat dan aan H+, nog even, van, ja, ja, want zeggen ze, ja, want kijk, in geïsoleerde spiertjes, als je daar extra H+, geeft, uh, dus, een zure omgeving mm -hmm. laat jij spiertjes contraheren, samentrekken, dan zie je op een gegeven moment die contractiekracht echt wel slechter worden. Kortom, dat is niet het beste milieu voor een spier om zijn contractiekracht te leveren. Alleen dan is dan, uh, als je goed kijkt, er, dan moet je heel laag gaan al relatief in je pH. Extra. Om dat in die lab te ja, kunnen genereren. Ja. En dat is niet wat gebeurt in het lichaam. Dus er is zeker wat verzuring. Dus dit is weer zo'n feitje. Ja. Het is zo dat spieren niet meer goed werken in een zure omgeving. Klopt. Het is zo dat sporten en spierbeweging H+, lees verzuring genereert. Ja. Maar nooit in een concentratie die ertoe moet leiden dat je spieren niet meer Precies. werken. Precies. En dan is het andere van... Ja, maar... Kan het nog zijn dat, dat ons lichaam... Straks staat afgesteld in de zin, dus dat zodra het lichaam H waarneemt, het want ik wil ergens dadelijk gaan begrijpen. Ja. Hoe komt het dan toch dat we allemaal pijn, vermoeidheid, moeite om door te gaan ja. voelen? Ja, Ik bedoel, dit laatste nou, rondje van die 1500 meter schaatsen maakt me niet uit hoe we het noemen. Maar je gaat helemaal stuk. Ja, ja, ik ben niet op dood. Ja, je hoort wel eens van sporters die heel hoog in een lactaat kunnen. Hè. Sprengen, ja. van oh, Vleuten ja. vertelde dat laatst. Ja. Ik ben genetisch blijkbaar ja. geschikt, want ik tolereer lactaat goed. Ja. Um, kan ik. Zo zijn zij zei in zo het podcast zeggen? In het Wiel. Even voor in de het juiste andere, uh, Ik weet niet of er mensen zijn die op de intensive care werken en zo. Die zullen denken: hé. Hey, ook onder onze luisteraars. Want dat zijn een paar van de metingen die standaard uh, gebeuren: pH-metingen. En ja. als de pH te laag wordt, dan gaan ze bicarbonaat geven. Ja. In ieder geval zou ik denken: zullen wel andere mm -hmm. misschien kort door de bocht. Want dat zijn levensbedreigende dingen. Dus jouw vraag is eigenlijk: uh, zijn er sporters die heel diep kunnen gaan en die dan extra h plus Ofwel een nog een lagere zuurkap. Nou ja, halen. en mijn vraag is ook: hoe komen we van onder de motorkap weer terug ja. naar de belevingswereld van jou en mij als amateursporter? Ja. Wat, wat, wat moeten nou, we ja, nou het, begrijpen? Het, het andere, ja, nou, dus de volgende stap, wat gebeurt met het lactaat? Wordt continu aangemaakt, zei ik al. Ja. En is een brandstof. Ja. En toch zie je het op een gegeven moment stijgen. Ja. En daar is Dat zien we ook, hè, want en, uit het prikken kan ja. je meten. En, en dan wordt gekoppeld als het, nou, dan moeten we straks met Guido over hebben, bepaald. De lactaatdrempel overschrijdt, dan zeg je ah kijk, en nu hier zit het omslagpunt. Uh, als je daarboven gaat zitten qua intensiteit, dan hou je het niet meer lang vol. Nee. Alleen dan proef ondervindelijk. Dat weten we ondervindelijk... We, Dat is onomstotelijk ja. klaar. Daar ga ik ook niet over uh, discussiëren. Alleen hetzelfde zou je kunnen zeggen van je hartslag, die is op een gegeven moment ook dan heel hoog. Ja. En er zijn allerlei. Uh, ik heb dat volgens mij wel eens ergens een, uh, ook, ook verteld. Laat je iemand tien uh, minuten sporten en ga jij in zijn bloed uh, uh, bepalingen doen van stoffen die omhoog of omlaag zijn gegaan. Ja. Of ga je juist. Genetisch kijken van nou, welke genen er zijn afgelezen. Stoffen extra aangemaakt, eiwit uiteindelijk. Ja, gaat het om ja, duizenden stofjes, hè, ja, waar ja, iets mee ja, euh, ja, tijdens ja. inspanning. Ja. En ja, lactaat is er in ieder geval één een van. Ja. Eentje waar we al uh, heel lang van weten, ah, die kunnen we meten in het bloed. Mm -hmm. En die stijgt, of die stijgt bij, bij zware inspanning. En dat is toch een, een enigszins een goede maat... voor om onze drempels te bepalen en onze zones te ja. bepalen. Ja. Maar waar is, heeft het, dan is het ook de veroorzaker van de vermoeidheid zelf? Nee. Want, en dan, weten we niet of weten we dat het niet zo is? Vind dan ik weten spannend. we dat het niet zo is. Okay. Want ten eerste... Uh, Mensen hebben ze in het verleden lactaat ingegeven. Oh ja, gegeven natuurlijk, ja dat kan. Ze hebben in het bloed gewoon uh, lactaat toegediend. Nou, die gingen beter presteren. Maar je kunnen zeggen, nou misschien komt dat dan door uh, meer brandstof. En het andere is uh, het, het duimpjes-experiment, wat ik wel vaker uh, aanhaal. Ja. ja, hebben ze gewoon in een duim van proefpersonen in de spier uh, hebben ze lactaat ingespoten en gevraagd. En voel je al iets? Nee, ik voel niks. Nee, precies. Geen pijn, geen vermoeidheid. Maar daar dus, komt die wel op het moment dat zij daar H plus gingen aan toevoegen. En ADP is ook zo'n stof die bij de energie uh, ja, aanmaak en verbruik vrijkomt. Dus de voorloper ja. van, van ATP eigenlijk. Uh, dus, drie, dus eigenlijk bewijs ja, met drie stofjes, als je die tegelijk. In spuit, bepaalde concentraties gaat de proefpersoon die gaan klagen. Dat van, oh, ja, ik kan niet meer. Kan nou, niet meer. in ieder geval, mm, dit, dit voelt niet lekker. Uh, nee, dit hier wil ik vanaf. Maar ja, daar heb je het al. De ene zegt: Ja, uh, ik voel het warm. De andere zegt: Nee, het, het, het steekt een beetje. Ja, het is die doffe pijn. Het hmm. is natuurlijk subjectief. Ja. Um, maar dus het duidelijk: metabolieten, de stoffen die vrijkomen uh, tijdens inspanning. Die kunnen zenuwuiteinden gaan activeren. Ja. En vooral uh, zenuwuiteinden van, van pijnvezels. En die, dat wordt dan als pijn ervaren, uiteindelijk, door jou in je hersenen. Ja. En dat is, dat is meer het bewijs dat. En dat, pijn een... leidt dan tot een signaal dat dit lichaam zegt: ja. dit is een situatie die ik niet oké okay vind. Klopt. dus ja. ik vind dat jij moet stoppen met sporten. Ja. Maar dat is dus niet uh, sec genomen dat je daar uh, lactaat de, de schuldige van nee. is. Maar is het dan toch, dat zei ik net in het begin van de aflevering al dan, wordt dit dan toch een beetje een semantische ja. aflevering? Nou, nee, want de, 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 ja. Deels. Eh, dat het dus gaat over het woord lactaat. Ja. Dat het niet lactaat is, ja, maar, maar dat er wel ja. iets aan de hand is met zuur en ook iets aan de hand met intensieve inspanning en op een ja. gegeven moment niet meer kunnen. Maar dit is nog maar één tak eigenlijk van waar lactaat belangrijk is, is in, ah. in energie. Die andere tak. Is eigenlijk het de, de, de lacthormoon, de signaalstof. Ja, vertel. Um, Ja, daar, daar was ik eigenlijk ook niet zo uh, bewust van. Het wordt altijd wel geroepen. Kijk, uh, wat, wat men wel weet, is dat waarom stijgt je lactaat? Dat is uiteindelijk omdat het onvoldoende wordt opgenomen, bijvoorbeeld in die uh, aanpalende spiervezels ja. of het hart hersenen. Uh, dat heeft dan met name te maken met de mitochondriën, die niet in staat zijn meer om die lactaat te verbranden, ja. te gebruiken. Je goed. hebt het in feite over. Ja, en dan zie je dat als een stijging in het bloed. Mm -hmm. Dus uh, wat denk ik uh, belangrijk is hierbij, als jij jouw, uh, jouw mitochondriën kan kweken, in aantal, maar ook in hun uh, taak, in hun functie. En mitochondriën toch weer even, dat zijn die energiefabriekjes ja. in de spieren. Ja. Kortom, als jij. Je mitochondriën kweken betekent van als je meer spiermassa of in ieder geval ja. meer actieve spiermassa Maar je kan, kan ook kweken. per spiervezel meer mitochondriën. Precies, precies. En mensen dus trainen ja, ja, zeg ja, je, hè? Ja. Je hebt een moeilijk woord gekozen om te zeggen en, als je meer traint. En eigenlijk in, voorheen was het altijd ja hoe meer mitochondriën hoe beter. hoeft niet. Nu hebben ze het ook echt die kwaliteit van de mitochondriën. Ja, ja zo vaak mitochondriale functie wordt dan genoemd als en dan wordt tegenwoordig ook gekoppeld aan aan van alles en nog wat. Bijvoorbeeld ja dysfuncties. Ja, we kennen het dat die mitochondriën slecht werken of anders werken. In obesitas diabetes, met name. Ja. Maar ik las het laatst ook dat het uh, in Alzheimer mogelijk een rol speelt en zo. Dat lijkt me een leuk onderwerp voor uh, voor een andere keer. Ik ken nog wel iemand in Maastricht die daar veel werk mee doet. Ja. Um, Specifiek de... over het dysfunctioneren van ja. mitochondrie. Okay. En wat die ja, mitochondriën, uh, hoe bijzonder dat eigenlijk is, dat het meer is dan ja, die energiecentraal zoals we hem kennen, hoe ingewikkeld ja. dat eigenlijk werkt. Ja. Maar dat heeft daar dus mee te maken als jij je uh, ja niet meer in staat zijn om. Ja, dan gaat je lactaat omhoog en dat, ja, dat gaat er in ieder geval gepaard met ik wil stoppen, vermoeidheid en noem maar op. Ja. Maar nu blijkt dat lactaat, dus behalve dan die brandstof, dat het ook een prikkel geeft uh, naar de mitochondriën zelf. Mm -hmm. Van jongens, hé, uh, hey, want het heb je weer die homeostase. Het lichaam zegt lactaat prima, maar we moeten er niet te veel van hebben. Want dat is een signaal ja, om te zorgen het dat het weer omlaag gaat. Ja. Dus we moeten meer mitochondriën gaan aanmaken. Ah. Ja. Maar ook bijvoorbeeld bloedvaatjes. Omdat het handig is om juist die zuurstof weer aan te voeren. Zodat we in ieder geval zorgen van dat we genoeg zuurstof hebben voor die mitochondriën. Maar dit klinkt gewoon als het effect van trainen. Ja. Als in je gaat trainen. Er wordt laka voor. Na de training heb je hopelijk betere spieren en kan je beter met je bloed zuurstof verspreiden. Dat ja. is hij. Alleen nu wordt het ingewikkeld, want ze, ja, het wordt ook gepaard aan uh, ontsteking al dat het een rol speelt, uh, wondgenezing, leren en geheugen. Lactaat allemaal. Ja. Al. ja. En nou ja, wat we in ieder geval weten is dat lactaat kan op DNA gaan zitten, ja. lactilering. Want wat, wat uh, inmiddels duidelijk is, ja, uh, nou ja. Als jij kijkt van ja, je, je hebt een bepaald genetisch profiel, hè? deels ja. van je vader en je moeder. Ja. Um, maar kijk je bijvoorbeeld binnen een familie naar, uh, naar je, je, je broers en zus of tweelingbroers, ja. dan zie je soms van de ene kan hartstikke sportief zijn, de andere weer niet. Ook reageren op training uh, beter dan de andere. Ja. En er werd altijd het dus nature nurture debat En eigenlijk uh, weten we nu dat met dezelfde genen. Uh, iemand totaal anders kan reageren. En dat dat meer te maken heeft met het aflezen van de genen. De genen moeten uh, bloot, eigenlijk ja, opengelegd worden. voor om afgelezen te worden en om daadwerkelijk een effect te hebben. Lees uiteindelijk bepaalde eiwitten aan te maken. Ja. Nou, en dat is eigenlijk het vakgebied van de epigenetica. Ja. Um, en daar blijkt dus dat je door te binden aan het DNA. of plekken op het DNA. kan je het, het DNA juist. Een beetje verstoppen of juist openleggen. En um, lactaat is daar een van de stoffen die dat kan, dat doet. Dus een epigenetische werking heeft. Dus dit is een soort enorm zijpad wat jij even ingaat om uit te leggen dat bijvoorbeeld door veel te sporten of te trainen. Mm -hmm. je ook in je genetische profiel iets kan wakker maken ja. of kan afdekken. Dat kan misschien verklaren dat je meer je ook gaat aanmaken. Helder. En dat, uh, dat een ander, als jij. Uh... Jij dook weer even diep onder de motorkap, hè? Ik dacht, we ja. brengen het langzaam terug naar de praktijk van onze fysieke wereld. En dat er bij maar... iemand anders dan uh, uh, veel minder gebeurt of zo? Ja. Of iemand die bijvoorbeeld alleen maar laag intensief traint. Ja. Of noem ja. maar op. Dus Dit het is een, een voorbeeldstof. Maar ik ja. lees in mijn intro ook nog iets over uh, maag. Ja. Wat zeg ik nou hongergevoel? Ja. Dus dat is, uh, nou ja, het gaat op DNA. Het andere, ja, en dat was totaal nieuw in Nature gepubliceerd. En daar ben ik toen ook even opgedoken van, wat hebben ze nou precies gedaan? Ja, dat is ook, en dan is het, uh, dan reageert lactaat met vanilalanine. Ja. En dat is een aminozuur. Uh, dat is een bouwsteen onder andere van eiwitten. Onder andere zeg ik, want dat blijkt dus allemaal veel meer te doen. En, lact en dat lakvee noemen ze het dan. Lactoïl, alanine. Die stof blijkt dan uh, de, uh, op jouw hongergevoel in te werken. Op wat voor manier? Krijg je Na, meer honger of minder? minder honger? En dat is dan waarschijnlijk als jij knetterhard traint. Ja. Dus je lactaat... Uh, is hoog. Is hoog. Er is veel lactaat in je lichaam. Zul jij merken, ik heb niet meteen zin om te, te eten. Ken je dat niet? Is het zo'n acuut effect? Ja. Het is redelijk, uh, ja... Al tijdens dus de inspanning dit is niet sowieso. Van algemeen dat je door te sporten minder snaaiaanvallen krijgt of zo. Nou, um, nee, want dat doet me denken aan onze aflevering over de energiebalans. Ja. Het is meer het idee van dat je tijdens inspanning de vaak ook niet zoveel zin. En net daarna ook niet meteen als je echt diep bent gegaan. Ik ja. tenminste, ja. ik ken het wel. Alleen dan, dan heb je gedoucht. En uh, ja, nou, dan uh, een uur twee, ja. dan, dan ja, begint dat weer terug te komen. En dan hebben ze eigenlijk die stof. Uh, ja eigenlijk nieuw ontdekt ze hebben gewoon muizen paarden bloed verzameld en gekeken nou ja wat ik al zei welke stoffen gaan er nou eigenlijk omhoog en welke nou, welke kennen we eigenlijk nu niet? die hebben we onvoldoende onderzocht nou eentje dan sprong deze eruit het flink wel aangemaakt had dat V. en dacht ze ja, wat wat, wat, is wat, dat doet, het wat ja. doet dat eigenlijk ja. wat doet dat nou dan kan je tegenwoordig met ja, heel makkelijk in muizen de allerlei die kun je ervoor zorgen dat ze extra lakvee aanmaken. Of mm -hmm. juist, juist weer niet. Ja, en dan moet nou, je leren wat er gebeurt. Die kan je ja. dik maken, die muizen en uh, laten trainen. En eigenlijk kwamen ze daarop meer. Ja, dit is gewoon een. Het reguleert het hongergevoel in ieder geval in je muizen. Ja. Omdat je dikke muizen, als jij die lakvee geeft, uh, en, dan gaan ze afvallen. En uh, als jij zorgt, of de, de muizen die ja, dat dit niet kunnen... Dat vind ik wel spannend, want dat las ik natuurlijk uit mijn ooghoeken in onze voorbereidingsnotitie. Ja. Dan gaan ze afvallen. Maar ik vind namelijk een, een effect op een acuut hongergevoel mm -hmm. wel even nog heel wat anders dan afvallen. Ja, ja, nee, dat klopt. Maar dit waren wel muizen. En dat is denk ik wel een puntje die laten ze dan elke dag, zetten ze die op die loopband. Ja. Flink hard. Ja. En als je dat vertaalt natuurlijk naar de mensen, ik kan niet, ik kan in ieder geval niet elke dag een hoog hoogintensieve training doen nee. waarbij ik veel lactaat dus de stap die hier de laatste stap die in die studie wel is gemaakt ze hebben veel muiswerk gedaan en daar liet ze dat wel zien. Ze hebben bij de, bij de, bij de mensen zijn ze eigenlijk gestopt door alleen maar V te meten in het bloed. Ja. En dan zagen ze bij wielrenners na een duur inspanning niet zo heel veel. Maar bij sprinters zagen ze juist wel veel meer verschijnen. Ja. Daar is het eigenlijk gestopt. En dan eindigt dat artikel van wie weet. Nou, we hebben een nieuwe hormoon gevonden in uh, de regulatie van, van het hongergevoel. Of een hormoon of een nieuw, nieuwe stof. Ja. Nou, spannend om dat uit te zoeken. En wie weet, er wordt natuurlijk altijd therapeutisch gedacht in de toekomst. Wie weet, kun je mensen, obese mensen of uh, op die manier. Of mensen bij wie dat hongergevoel moeilijk te beteugelen is. Of ja, uit balans is. Ja. En dan nogmaals, dit is natuurlijk niet de enige, hè? want er zijn allemaal... Nee, maar dit is een enorm open, open eindje, nodig. want uh, we hebben het vaker hier ja. over uh, afvallen en uh, gezond eten gehad. We hebben tien slimme eettips ja. om uh, af te vallen, maar we hebben het ook gehad over waarom val je niet af door ja. meer sporten. Uh, en ik het dacht is... namelijk even, als, als ja. dit het effect zou zijn, ik sport veel, ik heb veel lactaat, ik heb veel lactaat-V. Ja. En daardoor wordt mijn algemene hongergevoel minder. Maar dat is dus helemaal niet aan de orde. Dat is niet wat je Nee, hier zover zijn we nog lang nee, niet. Nee, 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 nee. Maar dus je, het is, je mag het prima meenemen door te denken. Ah, dit is goed. Want uh, ik, straks heb ik even wat minder honger. Nou, zoals jij dat nu doet van want ik gebruik lactaat als een brand. Of, of, of noem maar. Ja, op. Dat, ja, dan zijn we natuurlijk. Ja, bij, dat dat begin, zou je kunnen, waarom waarom helpt waarom, mij? Ja, wat, waarom doet lactaat dit? Ja, dat wil dus afgevoerd worden ergens. Ik denk dat het dan zegt. Ja, jongens. Ons lactaat in het bloed is te hoog, we hebben te veel. Ja, moet eerst dat maar eens verbranden. Ja, voordat we andere brandstoffen gaan Verhanden. innemen, dat zou je Logisch. kunnen zeggen. Maar, uh, nogmaals, het is wel een Nature-artikel. En Nature is echt top of the bill. Ja. En uh, de studie is ook heel uitgebreid uitgevoerd. Nou ja, om, maar, nogmaals, in muizen. Ja. Uh, maar dit geeft me aan: dit is mijn, dit is, ja, voor de wetenschappelijke wereld is dit zo vernieuwend en zo anders. Van hé, hey, maar dat lactaat, jeetje kan dus ook reageren met een aminozuur. Ja. En heeft dan ook dus een, een bepaalde rol nu in het hongergevoel. Ja. En we wisten al dat het ook misschien met mitochondrialen aanmaakt, met bloedvaatjes, met leren en geheugen, met wondgenezing, ontsteking. Ja, de, uh, ja, ja. Het, het, het dus zoveel effecten. Dus vandaar dat je zegt, we moeten even stoppen met de lactaatlaster. Herhalen ja. we je nog maar eens. Je hebt nog een keer beter uitgelegd wat het is wat het doet. Uh, laten we maar even onze sportarts erbij halen. En even afmaken hoe we dan al die mensen die we dat verkeerd horen zeggen. vanaf nu uh, wel of niet moeten gaan corrigeren. Goed plan. We gaan zoomen met. zoem, zoem, zoem. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. In goedemorgen, Moet Goed je weer te spreken? We zitten diep, diep, diep onder de motorkap ja. en in de biochemie over lactaat. Yes. Spuit het alweer uit je oren. <laughs> ja, we maakten eerder al eens een aflevering over lactaat lastig. Ik heb toevallig gehoord dat een deze week okay. een uh, bevriende podcast ook uh, het al over lactaat heeft gehad. Dus laten we nu Goed. maar even naar de praktijk gaan. En dat is, ja. hoe moeten we nou reageren op al die journalisten, op die trainers, op die topsporters... ...die maar zelf, blijven ja, roepen over dat het lactaat uit je oren spuit, dat je zo'n hoge lactaattolerantie hebt. Wat is er ja, nou ja, een goede antwoord is, dat op? Als ze dat roepen, dat zou nog wel oké okay zijn, hè, als ze het over lactaat hebben. Ja. Maar meestal roepen ze zuur. Melkzuur. Ja. Melkzuur. Hè, het zuur komt uit je oren. Dat is wat er vaak wordt geroepen en dan ook nog niet eens in, in de con, uh, context waar het hoort Hè, dus dat mensen bijvoorbeeld helemaal na drie uur helemaal kapot zijn ja. en uh, ik ben totaal verzuurd dat ja. 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 ben je dan niet, je bent gewoon moe dof, jongen dof, dof, dof. <laughs> ja, alles ja. is gewoon kapot man, dat ja. heeft niks te maken met verzuring. Nee. heb jij dan neiging om dat mensen mensen te verbeteren of ja, 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 dat heb ik heel maakt. erg, maar ja, ja. Het, dan, ik, dan zit ik hier op de bank en dan roep ik eh, al die dingen. En dan zegt mijn vrouw ook altijd: Tegen wie heb je het nou dan? Dat hoort toch niemand? Dat heeft ja. toch geen zin? Nee, nou hier horen mensen het wel. Dus laten we nou ja. met al onze luisteraars even goed. een tekstje instuderen. Wat, wat moeten we dan zeggen om het even in nou één ja. keer goed te zeggen? Je moet eerst wel eens weten wat lactaat is en wat melkzuur is. Ja, daar hebben we net in deze aflevering helemaal uitgebreid. Goed, lactaat is niet hetzelfde als melkzuur. Om nee. te beginnen. Oké, okay, dat heb je uitgelegd. Ja. Punt 1. Doing. Precies. <laughs> en lactaat maken we altijd. Ja. Wat we ook doen. Of we in bed liggen, of we zitten, of we sporten. Er wordt altijd lactaat gemaakt. Dat is altijd een van de pathways om energie te krijgen. Ja. Punt 2. Punt 2. 2. Oké. Okay. Goede brandstof. We gaan inspannen. Dus dan gaan we, hebben we energie nodig om die spieren te laten contraheren. Ja. Want anders komen we niet in beweging. Nou, daar hebben we ATP nodig. Dat weten we ook, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, precies. Weet je, dat zijn die energiepakketjes. Uh, allemaal batterijtjes. Ja. Nou, als, als, die, als, je, uh, als die snel op zijn. die helemaal dicht bij de spieren allemaal liggen. en je gaat sprinten, dan zijn die heel snel op. dan heb je een ander energiesysteem nodig. die die nieuwe ATP. allemaal daar naartoe gaat brengen. en zorgt dat dat weer door kan gaan. Nou, dat kan door gebruik maken van bijvoorbeeld. Anaerobe glycolyse En dat is dus de afbraak van glycogeen, de opslagvorm van glucose. En dat gaat dan zo snel dat daar pyruvaat wordt omgezet in lactaat. lactaat. Ja. ja. Ik denk wel en dat, dat lactaat, je voor de NOS of voor de SBS nu al een beetje lang uh, wordt. Hè? Dat geeft niet, maar we, gaan, we zijn er bijna al. Dat lactaat okay. kan dan weer. Als energiebron gebruikt worden, hoe, hoe goed jij daarin getraind bent om die nieuwe ATP te krijgen. Precies. In de en spieren dat, en, dat... en in het hart en de hersenen en noem overal. Maar op. Ja. Ja. Noem het maar op. Ja, ja precies. Top brandstof. En, en waar is dat zuur nou? Waar komt dat zuur nou vandaan? Niet van het lactaat. Ja, vergeet dat nou maar. Daar komt het niet vandaan. Het komt als je dus de ATP. Weer gaat gebruiken, daar komt extra H van. En als dat heel veel wordt verbruikt, dan krijg je dus op een gegeven moment een opstapeling van H. H is zuur. Ja. En dat verstoort de spiercontracties. Ja, exact. En maar... dan hebben we ook nog eens, als ja. laatste dan, dat lactaat. Waarom zie je dat dan stijgen? Nou, dat is dat. He, wordt, er wordt steeds meer gebruik gemaakt van dat anaerobe glycolysesysteem. Er wordt steeds meer lactaat gevormd. Het wordt ook steeds meer weer ge, gebruikt om energie uit te halen, maar daar zit een beperking aan. En als je tegen die limiet aanloopt, dan, dan kun je het niet meer zoveel uh, afbreken. Dus de aanmaak is groter dan de afbraak, en dan stapelt het zich op in de spier. Ja. En dat kan maar een bepaalde hoeveelheid zijn, en op een gegeven moment loopt het over in de spier en dan komt het in het bloed en dan zie je daar de stijging in komen. Ja. En dan Zo. kan je dus prikken en meten of een paar weken terug worden ja. we jou zeggen over een sensor die het zou kunnen meten in het zweet. Het zweet. En ja. dat is dan alleen maar om dat punt te detecteren dat die overloop ontstaat waarbij je dus kan aangeven: hé, hey, dit is het punt dat de spier ja. het niet meer aan. Je ziet hem natuurlijk heel lang in een steady state en er ja. komt een beetje bij, een beetje bij, een beetje bij en op een gegeven moment zie je dat die spieren aan het overlopen en er komt er heel veel in het bloed terecht en ja. dan zie je hem heel erg stijgen dus dan weet je nou ja dit is mijn point of no return een beetje ja dit Halle. is uh, uh, een intensiteit die hou ik niet heel lang vol nee. vandaar geschikt om het omslagpunt te bepalen bijvoorbeeld of ja. De, ja maar je, er kunt er kunt steeds, je, je kunt het nog steeds weet je kunt het steeds heel goed ja. gebruiken Soms, ik, uh, er zijn wel atleten van mij die hebben hun eigen uh, lactaatstrokes... Um. Ja, want dat, dat wou ik zeggen. Is lactaat prikken dan nog van deze tijd? Als je het met een gasmasker kan meten. Of je kan het met een near infrared ja. sensor meten. Of, ja, waar, waarom zou je ja, nog ja, ja. lactaat prikken? Nou ja, dat is eigenlijk meer om te controleren. Of de intensiteit. Waar je van denkt. Nou ja, dit is eigenlijk de intensiteit die hoort bij. Net onder de drempel. Ja. Klopt dit ook met als ik nu zou Lactaat zou prikken met een, een, een waarde die daaronder zit. He, blijft die ook stabiel? Mm -hmm. Want dat is vaak het, het belangrijkste, juist. He. Is het een stabiele waarde? Dus stel, ik laat iemand vier keer tien minuten net onder zijn drempel fietsen, blokken. En hij prikt steeds op minuut negen. En in al die vier blokken zit hij steeds op een lactaat van drie. Ja. Dan denk ik, nou, zitten we goed. He. Weinig toename, steeds ongeveer dezelfde intensiteit. Nou, dat is, het, dat is goede training geweest. En de intensiteit die we eigenlijk willen geven, dat klopt dus wel. Ja. En toch weer even uitzoomen naar de wereld van de uh, amateursporter. We willen die drempel zo precies weten. Omdat, zeker in de topsport, wil je ja. natuurlijk gaan presteren zo dicht mogelijk tegen die drempel aan. Want daar ligt dan ja. wat je ja, maximaal ja, dat, lang ja, je kan voelen. Je wil vanhouden. iemand op een gegeven moment efficiënter ook maken. Dus dan moet je dus, nou ja, dat is een beetje zoals vroeger bij de scheikunde. Dan ging je titreren met druppeltjes. Ja, ja. Ja. Niet, dat ken je ja. nog wel, Jurgen. Nou ja, dan op een gegeven moment dan laat je een druppeltje in de vloeistof erbij... <laughs> en dan op een gegeven moment slaat die om en dan is de kleur ineens van wit naar blauw. Ja. Nou, dit is eigenlijk een beetje... Ja, je wilt hier ook titreren, dus je, je gaat steeds een beetje meer, een beetje meer... en je wilt eigenlijk niet dat die er overheen gaat. Dus dat zijn... Ja, dan moet je ook nou ja, kleine veranderingen doen... en je, dat blijf je eigenlijk steeds controleren aan de hand van dingen die je kunt meten. Ja. Helder. Nou, ik denk nog een puntje. Dat H, plus, had je het over? Dat ja, vind ik, ja. Gerrit, wel interessant. Kijk, de, ja, mensen vergeten nog wel eens van, oei, H, plus, oh, meteen verzuring. Ja. Er zijn allerlei buffersystemen in het lichaam. Het lichaam ja. houdt niet van H, plus. die wil eigenlijk de pH op 7,4 houden. Ja. Dus verzuring gaan mensen denken, oh jee, dan ga je misschien met je pH enorm dalen. Die, die, ja, dat daalt echt heel weinig. Ja. Maar nogmaals, het daalt wel iets. Dat kun je verzuring ja. noemen, dat is een beetje de ja. vraag. En dat is ja. eigenlijk dat buffsysteem die we normaliter hebben, een beetje uitgeput raakt. En een van die buffsystemen is het, het bicarbonaat. Ja, daar hebben we ooit een aflevering over ja. gemaakt. Toen zeiden ja. we, nou, dat biedt kansen om dat H af te vangen, maar is heel moeilijk in te nemen. Dan was er in december een bijeenkomst van een bekend sportvoedingsmerk. Daar waren wij voor uitgenodigd, maar een atleet van jou was daar ook uh, proefkonijn. En dat ging over toedienen van, uh, uh, van bicarbonaat. En ze hadden een manier gevonden om dat voorbij je maag te ja. krijgen. Zodat ja. je dat in kan voeren. Ik ben wel benieuwd. Ik, ik heb dat gezien en waargenomen. Dat was interessant. Uh, wat ze lieten zien is mm. dat ze inderdaad het bicarbonaatniveau. In het lichaam konden krijgen, dat ze dat omhoog konden krijgen, dat ze het ook voor langere tijd ja. daar konden houden. En zonder maag-darm probleem. Want dat is ja. ook Waarschijnlijk het... zonder ja, maag-darm je, een een ja. je moet een hele hoop laden van tevoren. Ja. Ja. Nou ja, en ik ben bied, benieuwd ja. met jouw perspectief op die topsportatleet die eraan meedeed, Guido. Heb jij ja. daar nog iets bijzonders in de data gezien of over teruggehoord? Nou, we hadden daar natuurlijk niet echt op voorbereid. Um, dus eigenlijk zou je dan willen weten van wat zou die kunnen. ...op een bepaalde anaerobe inspanning van 1 nou, nou, minuut, 2 minuten, 3 minuten... ...waar ja. je heel veel anaerobe energie nodig of uit kunt halen. Um, wat kan die zonder en wat kan die daarna met bicarbonaat? Ja. Um, nou ja, dus dat, daar hadden we dan niet de mogelijkheid toe... ...maar uh, we hebben wel dus met. En um, ik had natuurlijk wel een programmaatje gemaakt van... Nou, ...ik denk als ik dit laat doen met, met blokken van volgens mij had ik 400 watt... En waarvan ik dacht, nou, dan moest hij volgens mij steeds herhalen met een pauze die dan decreased, <laughs> steeds quarter. afnam ja, ja. Ja. Um, en nou ja, kijk tot hoever die kwam ja. en dan haalde niet en ik had er tien volgens mij opgezet en die haalde niet toch. Ja. Ja. Nou, en dus, dat ja, was je, ook nou, wel ja, de nee, vibe onder die atleten, hoor. Die, die leken wel te rapporteren dat het echt wel makkelijker ging ja. om, dat zo, om, om diep te gaan. Ja. Dat is eigenlijk het geluid wat ja. je hoorde. Het is makkelijker ja. om diep te gaan als je die nou, bicarbonaat ja, wat, gebufferd hebt. Wat ik zei is eigenlijk, hè, die, die H+, die gaat je spiercontractiesysteem uh, uh, dwarsbomen. Dat werkt gewoon niet zo goed meer. Ja. En als je dat kunt uitstellen... Door die H weg te kunnen vangen met het bicarbonaat, ja dan kun je, dan kun je dus waarschijnlijk wel langer een hoge ja. intensiteit volhouden. Dat is ja. het idee. Maar toch, ik weet vanuit de fysiologie is dat nog best discussie over. Omdat ze ja. zeggen, de studies die laten zien dat met H eigenlijk de contractie echt slechter wordt. Ja, dan dat haal je alleen met niveaus van H, die eigenlijk in een heel lichaam fysiologisch. Lang niet gehaald worden. Dus ze uh, hebben nog steeds iets. Ja, in vitro heet dat dan. In een geïsoleerde spiervezel. Ja. Dan dat zie je vast. duidelijk dat. nou ja, H of verzuring. die spiercontractie echt tegen zit en belemmert. Maar ja, dan moet je behoorlijk wat H gaan produceren. En dat, dat meet je niet in een normaal gezicht. Dus, je, grap, dus... Zeg je dan eigenlijk: deze atleten die dat rapporteren, dat was placebo. Nee, want aan de andere kant hebben we toen in de bicarbonaat. Nee. Uh, sessie van ons. hebben we ook gezegd: er zijn genoeg aanwijzingen dat bij. Kortdurende inspanningen. Een daadwerkelijk, eigenlijk. Uh Positief werkt en ja. Uh, ja, de vermoeidheid minder doet lijken, of noem maar op. En de uitdaging is dus: krijg je het voorbij de maag? Ja, dat lijkt deze producent te lukken. En daarbij de opmerking: dit wordt niet een product voor de consumentenmarkt. Want bicarbonaat is ook een product wat je kan overdoseren. met ernstige kans op nier- en levensschade. Daar waren zij zelf ook uh, uh, zich ja. zeer bewust van. Ja. Dus dat, ze zeiden ook: dit is alleen straks beschikbaar voor topsporters. onder begeleiding van ons of van een <laughs> voedingsdeskundige. Um, en dat wil ik hier toch ook even zeggen, mochten mensen naar aanleiding van dit nieuws gaan hobbyën met bakpoeder of bicarbonaat. Ja. <laughs> uh... Nou ja, nou ja het ben is benieuwd. natuurlijk gewoon, weet je, je kunt het ook, hè, er zijn supplementen met bicarbonaat te krijgen en dan heb je een loading protocol. Dat, ja. dat is er natuurlijk wel. Maar ja, je weet ook, kijk, dat heeft alleen maar effect niet als je die marathon gaat lopen of zo. Hè? Ja, daar was dus daar even discussie over. Dat, want de vraag ja. is natuurlijk, als je die energiesystemen, die zijn natuurlijk niet 100% discreet. Dus nee. op het moment dat je dicht tegen je drempel aan zit en ja. dat anaerobe H+ wordt toch al weggehaald. Al is het maar in de in de perceptie van vermoeidheid, ja. zou dat natuurlijk wel kunnen bijdragen. Ja, als het dat laatste is, zeker. Misschien toch die topmarathoners die af en toe even ja, in het kielzorg mee moeten, of een demarrage plaatsen. Ja, maar, dan, of, dan, maar dan, zie ik, dan zie ik het minder in het lopen, maar meer in het fietsen. Ja. Want daar gebeurt veel meer namelijk. Ja, ja. 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 Maar daar, ja, volgens mij, wat ik begrijp vanuit het peloton, dan hoor ik dat natuurlijk ook van horen zeggen, dat daar toch vaak inderdaad in de, voor de finale al gedacht wordt: ah, laten we nu biercarbonaat toch maar gaan nemen. Uh, maar dat is gedoe, want uh, ja, die, die maag vindt dat helemaal niet leuk. Want daar zit ook heel veel nee. A. Dus je gaat boeren en je gaat ja, skaten skreten, en weet ik ja. het allemaal. Nou, maar... ja, voornamelijk boeren. Ja, dus. Uh, maar goed. Ja, wie weet, de, de, de toekomst. Interessant, hou we in de gaten, ja. we hebben contact. En uh, wellicht uh, hoor je er later meer over hier in de podcast. Ja. Ik zou zeggen, ik hoop maar dat. Vergeet dat zuur. Nu precies. De, we alles, mogen he? het niet he? meer hebben ja. over zuur. Nee. En lang leven lactaat. Iemand... Ja. 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 Ook ja. als ze het roepen op, 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 op TV en zo, als het over de verzuring slaat toe, het lactaat neemt toe. Maar het is, het is niet melkzuur. Exact. Helder. Uh, ik hoop dat we een legaal luisteraars hebben wat met ons meedoet. Ik hoop dat een legaal luisteraars nog even blijft luisteren tot het einde van de aflevering. Want dan krijg je natuurlijk weer ja. de tweede slimmer presteren op je werk tip. Uh, maar voordat we daar aan toe komen, leg ik nog één keer uit hoe je met ons mee kan doen. Uh, je kan naar social media, uh, Instagram of bijvoorbeeld dus LinkedIn. Uh, en ook nog op Twitter zijn we de @slimmerpodcast. Daar vind je van iedere aflevering een post. Ga ons vooral volgen. Je kan ons daar DM'en of je kan reageren op deze aflevering. Vragen, onduidelijkheden, aanvullingen. Kan je ook doen op onze website www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kan je kopiëren, kan je doorsturen in je netwerk. Je vindt op die website ook onze webshop. Kan je interessante boeken bestellen. Bijvoorbeeld het Maakbare Uur van uh, Jurgen van Tevelen. Of uh, een lekkere buff. Kan nog net, hè, denk ik zo: februari komt vast nog een koude periode aan. Of uh, je kan ook naar ons mailen via post.slimmerpodcast.nl. Voor al jouw vragen, opmerkingen, suggesties voor onderwerpen, doe dat vooral. We lezen het altijd. Soms duurt het even voordat we reageren, maar we stellen het zeker op prijs. Um, dit was biochemie deel 1. Vorige, volgende week gaan we verder uh, moleculair in. Gaan we het eens hebben over voedingssupplementen. Mm -hmm. Wat dacht je van magnesium? Ja, lekker man. Lijkt me interessant. Guido, tot volgende week. Tot volgende Yo, week. Doei. Hoi. hoi, hoi. Ja, goed dat je nog luistert, want iedere week delen we aan het eind van de aflevering nog een tip. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleren en nog veel meer. Jurgen, zo'n hele dag op mijn werk, dan uh, vind ik het aan het einde vaak moeilijk om me nog goed te kunnen concentreren. Ja. Heb je nog een tip. Jij neemt de trap wel, denk ik hè? Jij bent niet een. Man ja, die nee, liften. de lift probeer ja. ik over te slaan. Wat je, de je de moet kant. doen is dan die trap echt opsprinten. Oh? Ja. Er is dus een studie gedaan uh, bij uh, studenten, 32 meen ik. En dan hebben ze daarna is uh, een cognitie cognitietest gedaan. En dan uh, bleek eigenlijk, en uh, wat vragen gesteld over het energieniveau. Bleek als je uh, die moesten drie keer één minuutje de trap op sprinten. Ja. En dan bleek dat inderdaad een uh, significante, in ieder geval, verhoging van de aandacht te geven. En ook uh, meer energie te geven. Dus we zeggen niet meer vier uur kuppensoep. maar we zeggen vier Pre uur sprint je de trap ja. op. Ja. Ik ga het gelijk even doen. Uh, nou, zie ik je daar.